is vandaag donderdag en ik was al best wel vroeg uit het veren. Want Nela die heb ik vanochtend naar de crèche gebracht omdat vandaag mijn werkdagje is. En ik wilde nu mijn haar even gaan wassen. Het is alweer bijna 1 uur eigenlijk. En ik zat heel erg te twijfelen of ik zou gaan vloggen vandaag of niet. Maar uiteindelijk wel besloten om dit te doen. Omdat ik de aankomende dagen vaker wil gaan vloggen. Zodat ik wat meer content heb. En dat ik wat beter vooruit kan werken. Want de afgelopen vlog was echt een bij elkaar gerapt zooitje. En sowieso de afgelopen vlogs waren wat minder leuk voor sommigen van jullie. Want ik merkte dat er heel erg veel behoefte was aan langere vlogs. Dat ik meer liet zien van een dag. Het was gewoon een beetje chaotisch. Dus ik dacht, oké, voordat ik deze vlog überhaupt ga starten, ga ik daar eventjes op in. Want ja, heel veel van jullie zeiden ook van, is het niet verstandig als je stopt met vloggen, want het lijkt alsof je het niet meer leuk vindt. Ik kreeg DM's, ik kreeg mailtjes daarover en ja, ik dacht, ik ga daar gewoon nu op beeld gelijk even wat over zeggen, want ik heb de afgelopen tijd gewoon heel erg moeite gehad met het vloggen, met het uploaden. Het is gewoon niet echt een bepaalde routine voor mij nu. En ik heb echt mijn best gedaan om ja, strategieën te bedenken van hoe kan ik het aanpakken, wat werkt, wanneer heb ik tijd om te editen, wanneer kan ik filmen. En ik zat gewoon niet lekker in die flow en dat hebben jullie ook ongetwijfeld wel gemerkt. Wat vind je leuk om te laten zien, wat vind je leuk om te doen en wat werkt voor mij? Nou, dat heb ik dus nu in mijn hoofd zitten. Ik heb echt de afgelopen dagen in Amsterdam gezeten en nagedacht over dingen, inspiratie opgedaan, motivatie gekregen. En nu wil ik gewoon weer met een frisse wind beginnen. En ja, ik hoop dat jullie dat ook zullen merken in de komende vlogs. Dat ik wat meer moeite kan doen en wat meer ja, motivatie heb en wat meer energie in mijn vlogs. In plaats van dat het een beetje ja, negatief is of misschien minder leuk allemaal om te kijken. Ik wil het wel gewoon namelijk leuk houden voor jullie. Maar ook voor mezelf, want het is wel waar ik mijn geluk ook uit moet halen. Dat ik het leuk vind om te doen wat ik doe. Dus dat ik de camera erbij pak. Dat het ook echt ja, mij energie geeft. Wat het de afgelopen tijd wat minder heeft gedaan. Omdat ik gewoon niet lekker in de flow zat. Geen balans in het leven. En nu merk ik dat ik steeds meer balans terugvind. En ik word ook gewoon een beetje emotioneel van omdat ik dit al best wel een lange tijd doe. En wanneer je op, ergens op kantoor werkt en je doet het al voor een langere tijd, dan heb je ook op een gegeven moment een soort van nieuwe uitdagingen nodig. En vooral nu ik moeder ben, heb ik echt een soort van quarter life dip. Dat heb ik jullie al eerder verteld. En ja, ik dacht dat ik er een soort van overheen was. En dat ik weer gewoon met volle moed kon gaan beginnen. En dat ik er weer tegenaan kon. Maar ik merk toch dat het nog niet helemaal weg is. En de mensen die rond mijn leeftijd zullen zijn, rond de 25, misschien zelfs iets jonger, zullen dat ongetwijfeld ook wel eens hebben meegemaakt. Dat je gewoon niet lekker erin zit en dat je denkt van ja, wat maakt me nou wel gelukkig? En dat je iedere dag een beetje gaat piekeren. En het is gewoon iets wat bij het leven hoort. En iedereen heeft een soort nieuwe frisse wind nodig, zo nu en dan. En dat is wat ik nu nodig heb. En ik ben ook echt aan het nadenken wat ik echt heel leuk vind om te doen. En dit is zeker één ding daarvan. Maar er zijn nog zoveel meer dingen die ik wil doen. Maar dat komt er gewoon niet van. Omdat ik die balans nog niet heb gevonden. Dus ik ben echt aan het vechten en aan het nadenken. En ik denk dat ik het nu zo'n beetje heb bedacht. Wat ik met het vloggen überhaupt wil. En dat is gewoon hoe ik het nu al doe. Alleen dan moet ik echt even een weekje vooruit gaan vloggen. Dat ik ook op tijd kan uploaden. Ja, ik zat dus echt even in een dipje. Zoals jullie wel merken aan wat ik nu aan het vertellen ben. Ik hoop dat het niet te wazig overkomt allemaal. En dat jullie het een beetje begrijpen. En zo niet, dan wil ik er best wel een aparte video nog over maken. Dat ik het nog beter toelicht. Maar dit is in ieder geval wat ik nu voel. Wat ik nu wilde vertellen. En wat er eventjes uit moest. Dus dat. Ik ga. Ik weet niet meer wat ik allemaal heb gezegd nu net over wat ik ga doen vandaag. Maar wat ik nu in ieder geval ga doen is dat ik mijn haar ga wassen. Omdat ik vanmiddag met Dwayne weg moet. Want hij heeft opnames voor een televisieprogramma. Dat vertel ik allemaal straks wel. Maar ik dacht ik ga jullie laten zien hoe ik mijn haar doe. Want daar wordt best wel vaak naar gevraagd. Want ik ga het dus in mijn eigen slagkrul doen. Dus dit is mijn eigen slag. Wat in mijn haar zit. Het is nu van gisteren nog. Dus het is echt één pluizenbol. En ik moet er echt even wat mee gaan doen. En ik ga dat nu dan wassen met een hele fijne shampoo. En dan doe ik er een maskertje in. En dan ga ik het kneden. Dus dan wordt het straks mijn eigen slagkrul. En ik heb trouwens van de week mijn wenkbrauwen laten doen. Ik heb ze nu weer voor een touch-up laten behandelen bij House of Fee. En ze zijn nu dus vrij donker, dus daar moet je niet van schrikken, want het is nu eventjes zo. En binnen enkele dagen gaat het dus weer vervellen en dan is het het uiteindelijke resultaat. En dan laat ik het nog wel eventjes zien in de video, want het is dus wenkbrauwen tatoeëren wat ik steeds doe. En ik kreeg best wel veel de vraag of ik dat ja, soort van update wilde geven. En dit is dus
van de week gedaan. 2 dagen geleden. En dat jeukt nu heel erg. Dus ik wilde de hele tijd aankrabben, maar dat mag niet. Want het moet helen en dan is het klaar. Dan heb ik alle behandelingen gehad. De 2 behandelingen. En dan is het, als het goed is, goed. De kleur, de tint zeg maar op mijn wenkbrauwen. En anders moet ik nog 1 keer terug voor een touch-up. Maar ik denk dat het goed is. Oké, ik ga dus nu mijn haar wassen met deze 2 producten. Dit is niet gesponsord. Ik heb het zelf gekocht bij, ik geloof, bol.com. Maar dat weet ik niet zeker. Maar het is de DevaCurl Low Poo Original Shampoo. En deze is heel mild. Er zit geen parabenen in, geen sulfaten en ook geen siliconen. En hij is echt heel zacht voor mijn haar. Dus dit is echt perfect voor als je krullend haar hebt. Dan heb ik daarbij dit masker. Of eigenlijk is het een hele diepe conditioner. De Define Deep Conditioner, ook van DevaCurl. En dit is dus ook gewoon online alleen verkrijgbaar. En misschien ook bij toko's, maar dat weet ik niet zeker. En daar doe ik best wel veel van in mijn haar. Laat ik het eventjes inwerken, een paar minuutjes. En dan spoel ik het uit. En dan ga ik dus verder met mijn routine. Maar dit zijn dus de enige 2 producten die ik gebruik als ik mijn haar in mijn eigen slagkrul doe. Dus niet als ik mijn haar stijl met een stijltang en zo. Maar echt alleen vandaag doe ik het dan zo. En dat doe ik iedere dag. Maar de volgende dag, als ik dus de volgende dag weer mijn haar wil krullen, dan gebruik ik alleen de conditioner. En dan was ik het niet nog een keer met shampoo. Want na 3 dagen wordt het pas echt vettig. En dan heb ik echt de shampoo nodig. Maar de volgende dag gebruik ik alleen dit. Dus dan weten jullie dat. Goed, ik moet mijn haar dus nu wel even grondig reinigen. Dus vandaar dat ik de shampoo nu wel ga gebruiken. Maar dat ga ik eventjes doen nu. En wat ik trouwens ook gebruik om mijn haar zeg maar in te wikkelen, is deze rok. Het is zo'n plissé rok met een hele zachte stof. En het is aan te raden om geen handdoek te gebruiken als je krullend haar hebt of een slag. Want als je dat doet, dan gaat je haar echt pluizen. Dus ik gebruik eigenlijk altijd dit om het mee droog te maken. Heel klein beetje shampoo. Echt alleen voor de bovenkant, want alleen hier is het vooral vettig. En dan gaat nu het haarmasker erin. Daar mag best wel veel van in. Dat doe ik vooral in de punten. Zo. En als het masker in mijn haar zit, dan haal ik de klitten er zo uit. Dus met mijn vingers. Zodat ik straks geen borstel hoef te gebruiken. Want als ik een borstel gebruik, dan worden mijn krullen ook niet veel beter ervan. Dan ga ik mijn haar nu uitspoelen. En ik spoel echt heel snel. Maar ik laat wel nog heel veel ervan in mijn haar zit zichtbaar. Dus dat je niet alles eruit spoelt. Zo. En dan wikkel ik nu mijn haar in deze rok. Zo. En wat ik verder nog gebruik voor mijn krullen is André Lon Perfecte Krul. En de Diva Curl Super Cream Coconut Curl Styler Define and Control. Eerst doe ik deze erin. Die is wat luchtiger. En dan daarna doe ik deze er pas in. En dat ga ik dan echt in mijn haar kneden. Dus dat ga ik nu eventjes doen op nat haar. Nou, alle haarproducten zitten er nu in. Dus nu kan ik het eventjes aan de lucht laten drogen. En dan ga ik zo meteen verder met de diffuser als het een beetje droger is. Want nu is het echt zeiknat. Dus nu kan ik het beter gewoon eventjes laten rusten. En dan ga ik straks met de diffuser op de koude stand nog eventjes wat definitie aanbrengen in mijn haar. En wat meer volume creëren, want nu zit het echt dus. Nou, mijn haar is zo goed als droog. Ik heb het dus laten drogen aan de lucht. En dit voorste stukje is mega goed gelukt. Alleen de zijkanten zijn een beetje nat nog. En ik heb het idee dat het niet meer lekker in die krul gaat komen. Maar goed, ik laat het maar gewoon lekker voor wat het is. Ik denk dat ik het nog wel eventjes met een diffuser ga drogen, zodat er nog iets meer volume in komt. En dan is het ook gelijk iets droger. Want nu is het echt wel een beetje nat nog aan de achterkant. En we gaan zo meteen de deur uit. Dus ik wil het niet te nat als ik van huis weg ga. Dus dat ga ik even doen. En ik ga jullie ook laten zien wat ik aan heb trouwens. Want ik heb mezelf net heel snel even omgekleed. Dit heb ik aan. Ik draag een blouseje, die is van, ik dacht, Lofies. Daaronder heb ik een ketting om, die is van ASOS. Dit hemdje hieronder is van H&M. En dan draag ik zo'n nep leren broek van Zara. Oké, ik ga mijn haar feunen met deze diffuser. En mijn haar is nog een beetje saaikens nat aan de achterkant. Zoals ik net al liet zien, dus dat ga ik eventjes drogen. En deze die is van Remington. No Spon, het is de Ionic. Hele fijne
Deze heeft verschillende standjes, hoog, laag. Dus ik zit hem altijd op de laagste stand. En heel veel mensen zeggen, ja, maar je hebt toch geen krullen? Tenminste, dat las ik in de comments. Het zijn ook niet per se de krullen die jullie waarschijnlijk gewend zijn. Maar het heet de 2B-krul. Als je dat googelt, dan zie je allerlei soorten krullen. En dit is 2B, dus dat is meer een soort slagkrul. Maar ja, als je stelhaar hebt, dan krijg je echt niet dit. Dan kan je met een diffuser en met je handen kneden wat je wil. Maar als je haar echt stijl is, als in Asian stijl, dan gaat het niet lukken. Dus het is wel echt degelijk een eigen slagkrul die ik heb. Maar ja, ik denk vooral door de beschadiging dat het niet echt lekker meer in een spiraal komt. Want je ziet dat sommige plukjes dus wel echt spiraal worden. Dus dat is echt gewoon... Ja, door de droogte van mijn haar en de beschadiging en het geverf, ik weet het niet. We gaan het allemaal meemaken, want ik ga het nu dus voorlopig even zo proberen te doen, zodat mijn haar weer kan herstellen. Goed, ik ga dit eventjes, je weet wel. Oké, ik vind het mooi geweest. Ik heb het dus zo goed als droog gekregen. Ga ik nu eventjes tweencontact kijken waar hij is, want hij is er al. We gaan nu naar Hilversum en dan mag hij vertellen wat we daar gaan doen. Ben je klaar? Oké. Vertel, wat ga je doen? Onderweg richting Hilversum. Spannend. Gaan we naar Mediapark Hilversum. De lijfopnames voor het eerst. Ja, tuurlijk. Een beetje spanning. Het is anders dan vloggen toch? Vloggen is ook filmen, maar het is lijf, begrijp. Ja. Het is lastig. Het is wel spannend. Ik heb me mentaal voorbereiden. Gelukkig heb ik steun van mijn non. Ja? Wat als ik niet mee was? Dat was tof. Dat was anders. Anders, hè? Nu ben ik je steun de hele tijd. Ja, steun en toevertrouwen. Nou ja, komt goed schatje, komt goed. Ik ben benieuwd hoe je het gaat doen. Ik denk dat het gewoon wel vlekkeloos gaat. Ik heb het nooit gedaan, dat is lastig. Vertrouw op je expertise. We gaan het zien. Hey, we zijn er. Dus we gaan. Er is er een zenuwachtig. Ik vind het zo leuk. Ik ben benieuwd. Ik ga het dus allemaal voor jullie filmen. Ik denk aan flasht ons. Ik moet ook nog gaan rennen voor jou. Ze denken die dwingauto is voor de gek. Tuurlijk niet. Nou, we moeten dus op zoek gaan naar een rondgebouw. Ik denk dat het daar is. NPO staat erop. Wat een gezeik. Je had gewoon daar kunnen parkeren. Ja, op het vierdaagse. Je hebt je niet goed ingelezen, Dwayne. Je had waarschijnlijk netjes instructies gekregen via de mail, maar dat heb je dan weer niet geopend. Zie, je hebt gewoon een management nodig. Ik kan niet zonder management. Zie jij een rondgebouw? Ik zie geen rondgebouw. Hele marathon gelopen. Pas dat je auto gewoon hier neer had gezet. Bij de Sonja Barendlaan. Hè? Want daar is het waarschijnlijk. Tenzij het daar niet is. Dat kan ook. We zijn ontzet. Twee minuten klaar voor. Een kwartiertje. Ik moet er klaar voor zijn. Eerst nog even wachten, want ze gaan om 4:30 live. Chippy eten en dan is het zover. Dan moet Wayne straks in dat diepkoek. Ik denk in de blauwe of de roze, ik weet het niet. Maar dan moet hij dus dingen gaan opbiechten. En daar moeten ze straks wat vragen beantwoorden en dingetjes bespreken. En daar moeten ze straks een spelletje doen met zo'n ander meisje die hier ook is. Bente heet ze. Dus dan moeten ze een challenge doen. En wie dan verliest moet zich straks omkleden in iets heel awkward. En dit wordt dus uitgezonden op NPO 3 live. En dit is Dwayne nu aan het snappen op hun Instagram account. Oké, 3, 2. Nou, Dwayne die heeft het genaild. Super goed gedaan. Heel trots op je, mop. Ja. Ja, echt goed op je. Wat is er? Best gedaan. Wat wil je zeggen? Waarom lach je? Nee, ik zat de camera te zoeken. Oh, de camera is hier. Maar om dit te vieren als eerste debuut op tv gaan we lekker even naar Loetje. Het zit hier in Laren, dus dat is vlakbij Hilversum. Dus daar gaan we even lekker een biefstukje eten. En dan gaan we Nela ophalen, want die is nu bij mijn schoonzus. En dan zit het er alweer op deze dag. En het zonnetje schijnt, dus ik ben blij. Jij ook? Ja. Ja, blij? Zonnetje schijnt. We doen er nog meer kutje, hè? Pik. Gewoon lekker een biefstuk aan het ei, pik. Gewoon lekker een loetje aan het ei. Oh nee, we gaan lekker in lagen. Ja. Lekker. Loetje. Hey, poepie. Hey, poepie. Hey, Rudda. Hey.
Was je gezellig bij tante? Was je gezellig bij tante? En nu ga je weer met ons mee. Hm? Ga je weer met mama mee? Zo, ons kind weer opgehaald. En nu gaan we naar huis toe. Lekker slapen. Loetje was lekker. We hebben genoten, toch? Hebben we genoten? Ja, we hebben genoten. Hebben we lekker gegeten? Ja, we hebben lekker gegeten. En we zijn inmiddels weer thuis. We hebben net dus Nela opgepikt. Die ligt boven volgens mij half te slapen tegen 2 aan. En nu net heb ik eventjes mijn make-up eraf gehaald. Ik ga zo meteen nog douchen, maar ik had alvast wel een verzorgende crème aangebracht. Of in ieder geval zo'n olieachtig iets. Wat echt heel lekker is voor mijn huid. Maar het is zo vettig dat mijn gezicht nu enorm glimt. Maar ik zag dat ik wat pakketjes binnen heb. En eentje van Zalando. Met wat spulletjes voor Nela die ik had besteld. Waar ik heel excited over ben. Dus die ga ik even openmaken. En volgens mij is haar schommeltje ook binnengekomen. Dus ik ga even kijken wat erin zit. Ik ga het met jullie unboxen. Zalando. Zelf besteld. En volgens mij is dit haar schommeltje. En dit is gewoon nog een perspakketje. Dus ik ga het eventjes openmaken. En ik praat zachtjes, want Nela ligt volgens mij al een beetje te slapen boven. Oké, in één pakketje, in deze, daar zit deze schommel in. Die had ik laatst besteld via Etsy. Echt super schattig is hij met zwarte touwen. En ik weet niet wat mijn scherm doet hier op mijn beeld. Maar hij is echt super cute. Een beetje taupe-achtig kleurtje, zoals jullie kunnen zien. Een beetje zandkleur. En dan heb je aan de zijkant van die kraaltjes. En je hebt ook een kussentje erin. En die kan je dus aan het plafond bevestigen of aan een trap of iets dergelijks. Dus die ga ik morgen eventjes monteren. Laat ik het wel in mijn volgende vlog zien hoe die eruit ziet en waar ik hem ga ophangen. En dan heb ik hier nog wat producten die ik heb ontvangen van Giorgio Armani. Echt super leuk. Ze hebben er ook zo'n Hollywood-achtig ding bij gedaan. Met mijn naam erop. Director Manon. Camera, eye camera. Super grappig gedaan. Maar dit zijn van die quattro's. Van die oogschaduwpaletjes. Deze kleuren. Echt heel mooi. Een beetje grijs en nieuw tinten. En deze met wat warmere tinten. Echt een beetje een koperkleur. Bruin, shimmer en een matte, ja, beige-achtige kleur. En dan heb je ook nog de Eyes to Kill Stellars. Dat zijn van die creamy oogschaduws volgens mij. En die heb ik ook in deze kleur. Dit is een beetje een brons-koperachtige kleur. En last but not least heb ik voor Nela dit jumpsuit pakje besteld. Dit komt allemaal van Zalando en dit is van het merkje Name It. Echt een van mijn favoriete merken. Daarnaast heb ik ook nog deze schoentjes. Beige en bruin. Echt super adorable. Love it. En dit jasje. Een heel schattig teddy-achtig jasje met zo'n Paddington knoop noem ik dit. Ik weet niet of jullie Paddington nog kennen, maar dat vond ik altijd zo schattig omdat hij zo'n jasje droeg met zo'n knoop. Wel een beetje grote maat is dit, maar dit past echt binnen 1,5 maand of zo denk ik. Daarbij heb ik ook nog zo'n super schattig imitatiebond vestje zonder mouwtjes. En dit broekje. Heel leuk met zo'n gebreid borduursel aan de zijkant. En ik vond het stofje heel cute eruit zien. Dit is een deel van mijn bestelling. Ik wacht nog op een ander deel. En dat laat ik wel in een van mijn volgende video's zien. Maar daar zitten ook super veel leuke dingetjes bij. Dus dat wilde ik jullie nu in ieder geval laten zien. En ik zie net dat Tween en Nela al in slaap zijn gevallen. Dus ik ga ook maar lekker in bed liggen en slapen. Dus ik sluit deze vlog af. Thanks voor het kijken. Dikke kus voor jullie. I can see.